Oh, hey, jullie zijn er al. Welkom bij een nieuwe Banya Movie. Yo, wat up, gasten. Voordat ik ga vertellen waarom ik daarnet even geen shirt droeg, wil ik het met jullie gaan hebben over koning Willem-Alexander. Hij wordt namelijk ingehuldigd en ik hoop zelf dat hij zo begint. Wie heeft er zin in een biertje, hè? Hey, hey, hey. 100% zeker dat dat niet gaat gebeuren. Het is allemaal protocol bij zo'n koning. En het zou ook heel lullig zijn als koning Willem een te laat briefje moet halen. Je bent een beetje te laat. Ja, maar het is mijn kroning daarbinnen. Het maakt me helemaal niks uit dat jij een cape en een muts op hebt. Gewoon een briefje halen, net als iedereen. Het is geen cape en een muts, het is een kroon. Ja, niks te maken. Hup, briefje halen. Oh, nou. Daarnaast is het ook heel opmerkelijk dat ik niet ben uitgenodigd voor de kroning. Want dat vind ik heel raar, want ik zou wel weten wat ik daar zou doen bij de kroning. Bij deze leg ik koning Willem-Alexander de eed af voor de... Hey, high five! Maar oké, Willem-Alexander heeft 20 jaar van zijn leven opgegeven om koning te worden en hij krijgt Nederland natuurlijk. Maar naast dat hij Nederland krijgt, krijgt hij ook verschrikkelijk veel goede openingszinnen. Zal ik jou eens even kronen met mijn eigen staf? Ik kan jou wel vertellen dat niet alleen mijn huis groot is. Dit kan ik je ook wel van binnen koninklijk laten voelen. Ik heers wel over één land, dus ik kan ook vast wel jou één avondje overheersen, of niet? Heb je zin om vanavond onder dezelfde mantel te slapen als mij? Ik ben Willem-Alexander van het water, dus nat maak ik jou sowieso. Zo wel. Nu is het moment eindelijk daar. We krijgen koning Willy. Alleen ik vind toch dat er wat ontbreekt. Want kijk hoe het nu gaat. Oh, was er maar iemand die mij kan helpen met het openmaken van deze pot appelmoes. Wacht eens even. Laat mij je helpen. Persoonlijk zou een snor al een hele toegevoegde waarde zijn. Oké, niet die snor. Dat is een betere snor. Wacht eens even. Laat mij je helpen. Alleen wat dacht je nou van een baard? Wacht eens even. Laat mij je helpen! Ik hoop dat koning Willy deze video bekijkt en een baard gaat laten staan, want dat zou ik geweldig vinden voor een koning. Maar iets anders wat ik niet zo geweldig vind aan de koning, zijn alle reclames die we de afgelopen weken op tv hebben gezien. Het enige wat bedrijven... ...koning ervoor verkopen. Ik heb ook wel een paar ideeën daarvoor. Wat dacht je van... Koninklijk koken, koninklijk bezemen, koninklijk huppelen, koninklijk je haar doen, koninklijk... Bloemetjes doen, koninklijk jezelf even vijf, koninklijk je sleutel zoeken, koninklijk je stofzuigen, gestofzogen, gestofzuigd. Ja, wacht even. Is deze video geschreven door John Eubank of zo? Het barst van de fouten. Niet zo snel. Hey, koning Willy, of moet ik koning Woolly Woolly zeggen? Ah, verdomme, je hebt me door. Je weet wie ik ben. Dark Vader, ik wist dat we elkaar nog niet tegen zouden komen. En wat? Nee, dat is niet goed. Het is mij! Super Mario? Hoezo Super Mario? Oh, ik krijg nou de tering. Nee, het is mij, koning Woolly Woolly. Ah, oké. Koning Woolly Woolly. Hoi. Ja, wat is dat daar trouwens? Oh, dat daar is het Snorlax. Die komen meestal opdraven op... Waar is hij nou naartoe? En... Oh mijn god, hij heeft mijn shirt gestolen. Wacht eens, als ik nu een shirt pak, kan ik hier een video van maken. Oh, hey, jullie zijn er al. Welkom bij een nieuwe Banya Movie. Yo, wat up, gasten. Voordat ik ga vertellen waarom ik daarnet even geen shirt droeg, wil ik het met jullie gaan hebben over koning Willem-Alexander. Hij... Banya! Yo, wat up, gasten. Bedankt voor het kijken in een nieuwe Banya Movie. Volgende week zondag ben ik er weer met een nieuwe Banya Movie. Wil jij die ontvangen? Klik dan op abonneren hier beneden. Ontvang je hem direct op je YouTube homepage. Hoe ideaal is dat? Geef deze video vooral ook even een groen duimpje. Dan weet ik dat jij hem leuk vindt. En deel hem met al je vrienden. Als je dat doet, ben ik heel blij mee. Doe dat vooral op Twitter, Facebook, Hives, noem het maar op. Deel hem. Hartelijk bedankt voor het groene duimpje, abonneren en het delen. De video's rechts van mij zijn klik, maar helemaal bovenaan staat het koningslied het echte leven. Zeker weten even checken. Bedankt voor het groene duimpje. Deel hem met je vrienden en de rest van die meuk. Gasten, ik check jullie later.